gaan het dit keer hebben over de basics van waterinjectie. Dan hebben we het over verbrandingsmotoren waar we water in spuiten. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als die motor op water kon lopen. Nou, dat is niet het geval. We hebben het ook niet over waterstof, nee, gewoon water. Het voordeel van water is namelijk dat het een koelend effect geeft. En dat is niet alleen omdat het koud water is, maar ook wanneer je water wil verdampen, dan onttrekt het warmte aan zijn omgeving. En nou, dat kan heel gunstig zijn. Ik ga het je nu eventjes laten zien hoe dat zit. Als ik hier een cilinder heb, twee cilinderwanden. Ik teken het niet helemaal op schaal, maar in ieder geval hier de kop. Zo. Hier de zuiger. Nou, dat is de basis van de motor. En dan heb ik hier een inlaatkanaal en daar gaat het nu eventjes om. Hier een inlaatklep. Zo. Klepveer. Dan wordt dat water, dat wordt ingespoten in het inlaatkanaal. Nou, het is lang niet bij alle auto's. Het is helemaal geen standaard techniek. In het verleden is het in productie geweest, maar momenteel ken ik eigenlijk geen autofabrikanten die het in serie bouwen. Nou, dan kun je hier een waterinjector toevoegen. En die spuit een waternevel in die ingaande lucht, die aangezogen lucht. En die lucht, of dat water, dat verdampt en die lucht die wordt daardoor koeler. En koele lucht bevat meer zuurstof. Nou, dat is alvast mooi. Maar die waterinjectie, om bij het begin te beginnen, dat zagen we bijvoorbeeld bij de eerste auto's met een turbo. Die hadden wel een turbo en daar kwam natuurlijk ontzettend hete lucht uit. Maar intercoolers, dat hadden die auto's nog niet. En dan hebben we bijvoorbeeld over General Motors in de jaren 50 in Amerika. Maar ook de eerste Saab turbo's, die hadden ook nog geen intercooler. En dan werd die hete lucht werd gekoeld met water. Gewoon omdat het anders te heet werd in die motor. En dat zagen we later bijvoorbeeld ook bij Volvo, die in begin jaren 80 het wereldkampioenschap met tourwagens domineerde met de 240 Turbo. En die 240 Turbo die had ook een waterreservoir en daar werd water in het inlaatkanaal gespoten. Zo, als een nevel komt dat met de lucht mee naar binnen. En het grote voordeel daarvan is van die koudere lucht, behalve dat die meer zuurstof bevat, is dat het ook qua verbranding een heel ander effect geeft. Doordat de verbranding bij een lagere temperatuur plaatsvindt, heb je bijvoorbeeld minder kans op het ontstaan van NOx. Want NOx, dat stikstofoxide, dat is stikstof wat uit de lucht zich aan de zuurstof uit de lucht bindt. Dat gebeurt bij hogere temperaturen. En die temperaturen die druk je zo de kop in. En daardoor heb je bijvoorbeeld minder last van NOx. Maar goed, je rendement wordt ook beter. En dat komt door een aantal oorzaken. Onder andere natuurlijk omdat je meer lucht in die verbrandingsruimte kunt persen. Maar ook doordat de lucht die daarin zit kouder is dan als je dat niet zou doen, het temperatuurverschil met de cilinderwand ook kleiner is. Want deze is natuurlijk altijd kouder dan wat hier al in de verbranding gebeurt. En dat geeft dus minder warmteverlies en dat verhoogt het rendement. Dat betekent ook dat als het mengsel wat kouder is, dat je het ontstekingstijdstip ietsje kunt vervroegen. Want de kans op pingelen is kleiner. Het spontaan ontbranden van het brandstofmengsel. En doordat het pingelen tegengegaan wordt, kun je ook aan de andere kant bekijken. Van, hey, de pingelgrens is verschoven. Ik kan natuurlijk ook de compressieverhouding verhogen. Want een hogere compressie, dat betekent ook weer een hoger rendement. Dus dat zijn een aantal redenen om die waterinjectie toe te passen. We zien het af en toe in de racerij gebeuren. Sommige hobbyisten doen het zelf. Er zijn setjes verkrijgbaar in de markt als je dat zou willen. Maar in de massa zien we het nog niet, maar er wordt hier en daar stiekem achter de schermen wel al aan gewerkt. In Duitsland zijn een paar fabrikanten toch bezig om waterinjectie te ontwikkelen, om op die manier aan de CO2-eisen te kunnen voldoen. Of om aan de NOx-eisen te kunnen voldoen, want het mes snijdt in dit geval aan twee kanten. Nou goed, je hebt hier natuurlijk een pompje bij nodig en een waterreservoir. Dat kan een reservaatje zijn in de racerij. Is een paar liter is al genoeg om een hele wedstrijd uit te kunnen rijden. Nou, personenauto's die rijden natuurlijk langere afstanden dan een gemiddelde tourwagen tijdens een wedstrijd. Maar het effect is eigenlijk alleen als je echt de hoge belasting opzoekt. En dat rij je met je gewone auto natuurlijk zelden. Of tenminste alleen voor kortere tijd en nooit dagenlang achter elkaar natuurlijk. Dus het tempo waarmee het water daalt, dat valt op zich wel mee. En hebben we bij een fabrikant gezien, je kunt bijvoorbeeld als je de
condens van de airco opvangt, in een opvangbakje, dan kun je dat natuurlijk ook naar dat systeem toevoeren. En dat betekent eigenlijk dat het waterreservoir, ja, tussen de servicebeurten misschien een paar keer bijgevuld hoeft te worden. Maar voor de rest kun je daar gewoon zorgeloos mee verder rijden. Dus het is niet dat je om het uur water hoeft te vullen. Zo zit het niet. Met die waterinjectie, zoals gezegd, dus en een beter rendement en een lager verbruik. Dus minder CO2-uitstoot en minder NOx. Nou, of en wanneer we het in een serie gaan zien, dat weet ik niet. Maar dit zijn in ieder geval de basics van waterinjectie.